Nou, succes. Succes, jongens. Succes. Hij wacht te lang, zeg. Hij wacht te lang. Hé, hey, joh! Oh! Nee, oh. Daar ging een frontwing. Hij dan zeg ik netjes, maar laat me. Die kon ik net ontwijken, Niels. Hij kok. Oh, mooi, ja, ik heb geen frontwing. Ga er langs. Oh, je hebt geen frontwing? Oh shit. Ik zit juist een beetje afstand te houden voor je. Zodat ik niet in je klap. Oh nee! Ik zie een natte neusje liggen hier. Ja, die is van mij. Kan je die meenemen? Goed hier. Heerlijk. Oh jezus. Er is een incident op track, maar de officials zijn er zo vroeg. Ja, ik weet het wel. Ik kan het voorbij, Koos. Ja, doe maar rechts. Ja, dank u. Dat je niet bij die heuvel naar beneden kapot rijdt. Sorry dan, en ik had je niet gezien. Ja, nee, ik ga nu echt. Ik ga gewoon proberen het af te doen. Blijf wel af. Ja, Joy is weg. Tom. Ja, ik moet zeggen, ik heb ik verkeek me echt op volle tank die haakse bocht voor kasteel. Maar die fronting was bocht 1, niet. Ik had het idee dat ik wel voor je zat. Ja, ik zat even voor nog wel naast. Ik zat even nog wel naast alleen. Oh, sorry man, ik had het echt niet gezien. Ik zat echt helemaal aan de buitenkant. Oh, dat is niet graag. Ja, lekker. Helaas, 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 helaas. Dat was een beetje kut. Nu heb ik echt een safety car nodig, want ik reed al gewoon 20 seconden achter iedereen en dan heb ik dit. Ja, ik denk het. Gewoon net zoals Monaco op de veiligheid. Exit, exit nou. Heb je wel een overwinning persoon? Ik dacht eigenlijk dat ik. Dat ik best wel veilig deed namelijk in de eerste, want ik stuurde totaal, ik probeerde totaal niet eens in te sturen. Right, we have two stops left in this strategy, we have two stops planned. Schade tegen de muur aan, duur. Oeh, jongens. Showstoppen schade denk ik, of niet? Is dit een kids voor de volgende level? Ja, nou, ik dacht net al dat ik het kasteel door had, dat het voorbij was. Want ik ging recht op die muur aan. Ik wacht erg geteerd langs mensen die staan. Okay, nou, ik ga er maar gewoon langs, ik ga er gewoon langs, ik krijg alleen maar meer. Oh jongen, ik kreeg echt gewoon de koppositie in mijn schoot geworpen. En dan ga ik echt op het domste stuk eraf. Ik voelde me echt Leclerc van I am stupid. Het rechte stuk, iedereen zo traag de hele tijd. Dat is toch een vleugel, denk ik. En ik kom er niet langs. Heb je een auto zonder downforce gestoken? Wat betekent een kruis bij iemand? Ja, niet van. Geen connectie, maar die... Is dat de reden waarom die de show stoppen voorbij? Ze rijdt helemaal niet voor, joh. Natuurlijk krijg ik het verkeerd. Dat is zeker. Alleen is het nou een ego. Ik ben toch treurig, dit zou dus wel een afgang worden. Voor de safety. Oh ja, gewoon bocht 1. Nog nooit gespint daar. Nu in één keer. Ja, maar dat bedoel ik. Ik heb hetzelfde ook, weet je, in één keer crashes, twee keer. Kwalificatie en in de race, maar ik dat nooit heb hier. Ja, maar jij bent die grotere banden hè? Gaat hij dat zeggen? Jezus Christus. Dat zei ik ook voor de race, denk ik ook. Ah, pas maar op, Koos. Als je het volgende week wint, dan hoor je het eigenlijk niet meer van, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Mocht je afvragen wat is dat dan? Mijn voorvleugel. Maar we hebben allemaal last van Smash. Ik rimde net ook bijna af. Maar dat is mijn poging tot voorzichtig doen. Ik doe nu ook voorzichtig hoor. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Thanks, Smash. Pas op hier in deze bochtcombinatie, hè? Zonder vleugel ja, moet je wel echt remmen. Dat ken ik, daar ben ik al een keer uitgevallen. Nee, oké, okay. Ik wou net zeggen. Ik doe het zelfs helemaal veel met vleugel door het hier nog. Dat zie ik toch al wel een beetje op. Dat zijn toch alweer twee plekken op deze manier. We gaan hard. Lekker hoor. Rustig rijden, ik koos net. Oh, dat was mijn vleugel. Ja, hij heeft mij er ook al aan. Ja, ik dacht het lekker. Lekker baantje. Lekker baantje. Volgens mij hebben we veel meer schade dan bij Monaco, of niet? Ja, toch maar wel, ja. Dan komt daar hier de snelheid veel te hoog ligt voor. Ja, ik moet zeggen, ik vind zelf Monaco moeilijk hoor. Ik ook. Om Monaco zit ik beter in de flow dan deze. Nou, dat was mijn eerste reset. Ik trek ook al heel lekker. Dan kom ik even escape om in te reden. Altijd beter dan het verliezen van je. Van je front wing moet zeggen. Ik heb niet zoveel schade aan mijn vleugel dat ik de bochten niet meer doorkom, dus ik probeer het nog even te rekken. Ja, gaat je denk ik wel veel tijd kosten hoor. Ja, dat wel, maar dan kan ik gewoon op een normale tijd pit stoppen, dat is misschien beter. Nee, ik heb voor een alternatieve strategie nu gekozen. Mijn achterballen die slijten zo snel, zie ik, dat is echt niet makkelijk. Nou, deze doorschieten met de vleugel, hup. Niet zo hard trouwens, ja. Mijn banden waren ook zo van de race heel veel in de 20. Good job. Okay. That was the fastest lap of the race so far. Was it jogging? Ja, ik heb wat goed te maken. Ik krijg drie keer gelap voor of zo. Echt wel drie keer safety cars, als je gebeurt. Ja, ja, moet je wel langzaam maar opgeschieten, denk ik. Ja, het kan. Heb je schade, Lazyboomer? Nee man, oh. Maar ik heb gewoon de race pace niet. Oké, okay. Ja, kan. Ik zit er niet in, nee. Ik heb het idee dat die auto de hele tijd op glijden. Gaat dood. Pas op, ik kom nu rechts, hè. Niet dichtknijpen. Mag niet. Oké, okay, slow down, slow down. Oh shit, 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 oh, fuck, fuck, fuck. Het mag niet. Had ik helemaal niet in de gaten, joh. Nee. Ik dacht dat jij daar een soort van spinde had. Ja, ik wilde aan de kant voor je, en toen kwam die safety van Virtual. Ah, oké. Okay. Nou weer aan de kant? Ja, hoor ik nou? Ja, ik heb geen race meer. Ja, nou dus. Dus, ja, hoor je. Hoor je dat? Dat is angst, dat is goed. The virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Stop. Zit ik nou onder de... Wauw. Ik heb een drive-thru.
Lekker. Nee, stop nou. Ik ga stoppen en daardoor en in één keer stopt hij, dus ik moet hem niet teruggeven. Of in ieder geval de tijd. Ja, dit is echt kaart. Dat is wel klaar, Mario. Ik ga ook gelijk weer rechtdoor naar die pitch, hoor. Ik ben echt weer echt gelanceerd van eruit. Hoezo is het nou meteen weer karma? Als je... Ik heb helemaal niks gedaan. Dat is het toch wel. Hey, ik heb al een nieuwe volping opgezet tijdens de 4C, dus dat was wel... Ik bedoel, net als de 40, maar dat ging ik gewoon net over. Oh nee, ik geef gewoon die run off en heel hard. Dan moet je dan niet zo dralen, weet je, dat vind ik in 3-4 seconden. Dat is beter dan dat je... En tijdens het rondje 5 seconden... Oh, wow, showstopper! Was dat het moment? Ja, hier durf ik hem echt niet aan te zetten. Als ik hem hier dan deze 2 keer zo te laat zet. Move. The gap to the car ahead is 13.1 seconds. I go back. Oh, was ik niet dacht ik erbij. Hij heeft de raket aandrijven, zie ik al. Nu is het met BRS. Ah ja, laat me nou op. Ik had nu nog wel een beetje mee. Of je moet even power hier moeten. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. A new fastest lap of the race. Ja, dat geeft een stuk, gaat wel goed. Ah, goed om door een smash. Proberen wat positiefs. Ik wil zeggen, goed om door dat je hem beetje bij beetje onder de knie krijgt. Kom wel snel richting Sido en Alvest.
zelf is 2 seconden per rondje. Hoeveel? Ja, ik vind het wel grappig dat je nog dood niet gelijk mee. Ik vind het heel goed. Ik ga richting vet alles. Ook. Ah, zie, dat was het probleem. Dat trakt ik me aan kan. Leuke schade. Ja. Terwijl dat op mijn dingen niet is, volledig donkergroen. Dat heb ik ook gehad, dus tijdens die race van VR die ik deed, had ik ook wel. Okay, dus ik ging gewoon een grond ingevangen, dat ik zonder die helemaal groen was. Maar... Ja, als Jeff gaat roepen, dan is er wel iets fout. Ook al zie je het dan nog. Nee, dat ook niet. Ik heb voor mij niks gemerkt. Ik heb niks... Alleen ik merkte wel soms dat ik dacht van, nou, het is helemaal kop tegen of zo, maar... Ja, maar ik vind wel dat je dat dan kunt zien. Dan weet je dat tenminste, nu weet het niet. Je kan niet zien dan op de... Aan die twee sleuteltjes naast de benzinetank je bent. Als die oplicht, dan gaat die iets aan je auto veranderen. Dat is wel geleerd. Oh. De laatste race hebben we gewoon nog geleerd. Lekker hoor. Dat zijn we ook niet hoor. Veel tijd. Ik hoop dat ik daar net nog DRS heb, maar dat was net te laat. Dat is wel even een randje. Ik kom wel heel erg dichtbij.
Gap to teammate behind is 17.4 seconds. Oh, nu is het op het bijna, wauw. Ja, dat is ongelooflijk spoed. Als je hem dat tegenvoudig. Ja, die eerste die is van inderdaad, hè. Kijk op kant. Netjes. Ja, ik dacht, ik ga hem ook niet raden weggeven. Nee, dat zag ik. Oh. Maak vrees hem wel voor de eerste bocht. Ik weet niet of je dat wel had. Ja, maar vanaf die kant is het ook heel lastig om die rempen te vinden van die binnenkant. Ja, dus ik zat nog wel redelijk goed. Oh, hij wilde gewoon, eigenlijk gewoon een soort twee stoppen. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. Ja, bij mij ook ondertussen. Die eerste pitse. Ja, vanaf rondje 1. Ik voelde dat ik dat ook even pitsig op de race. Ja.
1, 2, 3 eigenlijk. Ik leg 1, showstopper 2, Niels 3. New strategy is available on the MFD. Nou, die banden droppen of begin ik wel te merken nu hoor. Ja, die schijnen hier wel voor te komen, ja. Het is wel wat tijd voor die middensector. De kampioen worden van. Ja, dat weet ik ook heel wat tijd hoor. Nou ja, toch kampioen geworden. Ja, sowieso bonker tekst. Oh, we hebben nog 16 rondjes nog maar gehad. Jezus. Ja, weird hè? We hebben toch een beetje meer. We're doing one more stop today. One stop left in our strategy. Gaat de auto dit leuk vinden? Obstakel. Zo kan je ook een bocht nemen. Geen uitvallers, toch wel? Nope.
Ja, behalve de mensen die van tevoren al afzeggen. Die lachbekken die niet durven, denk ik. Maar echt. Mijn boodschappen doen. Ja, ik wilde wat zeggen, maar... Ik dacht, ja, laat maar. Het is oké. Okay. Dat is wel een matig excuus, toch? Oh ja. Ding is meer blijft is 9.5 seconds. Ik zou deze plek ook nog eens zien. Met die controle, je hebt wel voordeel. Je kan wel heel makkelijk heel scherp insturen. Ik zou het hier niet aandurven met de controle hoor. Je hebt alleen 10 keer minder nuance afgestuurd. Precies. Bij het kasteel. Het is insturen en dan bouwen. Je moet gewoon vol kopen dus insturen en beter van maken. Dat kan ik niet. Het is gewoon vol committen. Ja. Ik moet zeggen bij de 90 graden wordt het controle niet verkeerd in. Maar wat voor controle heb je dan? PlayStation. Maar heb je dan ook die triggers? Ik weet het niet, goed weet. Nee, die heeft hij eraf gehaald, de triggers. Nee, maar ik bedoel dat ze dom half ingedrukt en tegen de beest dan bieden en zo, die gimmick. Ik heb dat echt... Dat is één gimmick. Ik denk dat het een goede aardig is. Controle heb ik dat laser echt meteen uitgedaan. Jezus. Oh, dat ik dat op moet zijn, ik vergeten. Ja, bij races snap ik dat wel, maar bij shooters, jezus, irritant. En de ene shooter ondersteunt het niet eens. Caution, the virtual safety car has just been deployed due to a build-up of debris on the track. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Alleen maar dat zou de Monaco dat het altijd een half is. Maar er was ook niemand uit, hè? Dus. Oh. Ligt alleen nog verder. Dat was steeds positie 1 van de 10, dus. Wie was die pleugel dan? Ik weet van niks. Het is mijn dus. Voor een speer, maar Delta was veel te laag en instant die was veel te. Ja, bij sommige bochten moet je echt gelijk op die rem zetten. Ik kreeg net ook een drive-thru bij die vorige, want toen stopte hij in één keer. Dat is in één keer eind. Ik hoop dat ze dat wel veranderd. Fucking genomen. Ik weet niet of dit goed is. VSC ending, we're going green. Ending. Until the green flags. Is als je de pit zit natuurlijk. Oké, clear. Het is wel maar iets sneller. Ik verwacht dat we iets tijd hebben gemaakt. Ja, dat is wel goed. Leuk, ik ga de bocht door en ik krijg... Ja, oké. Okay. Fuck you, spel. Fuck you. Echt waar. Ja, jammer. Dat het trekt op niks. Doe niks verkeerd. Thanks, Smash. Ja, nee, zo is goed. Okay. Thanks. Coco zegt hij, ja, niks Coco. Ja. Als je een bocht trekt, dan is het een punt achteraan. Ja, ik heb echt boven z'n boel. Ik heb elke een seconde. Ja. Ik pak mat van anderhalf. Ja, maar in die hele snelle bochten leefde ik het niet. En in één keer schiet hij weer in het groen. Weet je, zo van de kut. Ja. Deze keer dat ik dat heb, maar ik deed echt niks verkeerd. Ja, oké. Ik had ik ook een drive-thru gehad om deze. Iedereen heeft het circuit is al niet erg genoeg dat ze daar ook mee beginnen te kloppen. Office, denk aan vorige week. Still Arise. Still Arise. Heel goed. Hey, oppassen. Ah, heel mijn echt. Ik wil de knoppen nu door dat team. Denk aan vorige week. Alright, alles kan op. Weet je, ik reed net aan het einde van de eerste ronde en ik vroeg een seconde achter iedereen met de pitstop die ik dan moet maken. Nee. Oh, hop, sommer. Dit neus.
Gap to car in front is 4.8 seconds. Ik hoop dat hij in 22 toch wel wat beter is. Maar ik vrees ervoor. Oh, niet. Het was steeds dezelfde game. We zijn nog niet op de helft. Oh, de positief van de smash. Oh ja. Yeah. Game komt bijna uit. Dat is ook juist positief, je kunt nog van alles bereiken. Ja, dat is waar. Iedereen kan nog winnen. Nou, vorig jaar was de laatste ronde achter de safety car en dan moesten we nog twee ronden racen. Ja? Ja, dat weet ik wel. Ik herinner dat ik vorige week twee ronden moeten reden naar de safety. Ja, dat was echt een loersje vorige week hoor. The shit's getting manipulated, man! Ja. Yeah. Het was wel verrassend dat ik dan toch ook in de Mercedes rijd. En ik heb toch het idee dat Maarten hier nog steeds aan het verlopen zit. Ja, hier nog wel. Zit jij dat voor mij, Smash? Yep. Dubbele of rijd je gewoon voor mij, want ik zie het niet direct. Ja, ik geef voor je. Maar ik heb ook nog steeds een stukken showstopper voor mij. Ah, ik heb kost normaal gezien voor mij, zie ik nu. Dus ik ga je dubbelen nog even, mag niet uit. Ja, oh heerlijk hè. Ik had pas door hoe erg mijn softs naar de klote waren toen ik op mediums ging. Ja, ik moet zeggen, mijn mediums waren nog niet eens heel erg slecht, maar je begon er echt wat, ik je mocht van de wear te merken. Dan is het gewoon bij elke krachtje door de... Daar heb je veel van. Ik denk dat ik geen slechte keuze heb gemaakt door onder de fiets. We komen in ieder geval rap dichtbij, Cedo. Shit, wat? Slow down and maintain a positive delta. Ik ben het niet. There's been an incident resulting in a high level of debris. Ik ga hem niet eens een keer vollen. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje. Ga ik flikken elke keer alleen maar op de grond, want nu gaat het niet wel echt uit. Ik zal wel een keer volledig willen. Kijk, aansluiten worden. Ja. Alsjeblieft niet, man. En dan kunnen we ook weer racen omdat we dan niet in de weg rijden. Dan is bij Smash Lapcar mee open tee. Ja, dat zal leuk zijn. Nee. En dan nog eens, en dan nog. Ja, oké. Okay. Wat? Wat een kut spel, echt waar. Ik krijg gewoon een kutje in en het plat er niet meer. Ja? Ik knap af! Echt, ja. Ja, toepasselijk einde van het spel. Geen safety car. Virtual safety car. Geen safety car. Geen safety car. VSC ending, wait for green. Echt waar, ik neem nog af omdat ik te straks zei, pas op voor die pitstop. Ja, niks om te doen. Wat een tergend circuit, echt waar, haal hem eruit. Ik vind het juist een super vet circuit om te rijden, ja. Het zal wel onpopulair zijn, maar ik vind het echt wel leuk. Ja, ik ook. Om te rijden niet, maar om te kijken vaak wel. Nou, geen 1-2 keer van Ferrari. Nee, ik vind hem echt super leuk om te rijden, juist. Maar deze komt gewoon omdat die snelheid zo hoog ligt in de... Maar hey, dit zijn hele dure punten, Alvest.
waren juist met de Ferrari bezig aan de comeback. Ja, ik heb drie races niet meegedaan, dus ja, ik ook, daarom. We waren bezig aan de comeback, dat is precies wat de comeback heet, betekent. Ik zal er wel in F1-22 doen, bij Groot-Brittannië, bij Hongarije, bij Spa-Francorchamps, bij Monza. Er zijn nog leukere circuits, alleen die is een heel tricky. Poestrijd België. Aangenoteerd. Miami. Echt waar, ik rem af en hij plant hem gewoon in de muur terwijl dat die AI hem overpakt. Echt waar. Ik heb er geen grote niet meer van een spel. The gap to the car behind is 18.5 seconds. Dat is toch de laatste race. Skate, ja, moest hij wel Minecraft spelen, hè? Ja, wat? Alles voor die keiharde zijn. Precies, hij ging keihard af, maar dat maakt niet uit. Maar hij had gratis spullen. Ja. Hey, ik zit nog steeds in die paddle Discord van... Is hier alle drama nog? Dan kan ik al die drama mee. Ik kan met je boven. Oh, dan gaat het weer verplaatsen! Wat is er veel drama daar? Ja, maar hier is het een beetje. Nou, hier is het alleen maar drama als we dingen verplaatsen. Want de kans Kees heeft voor de 10.000 keer niet op vrijdagavond. Ja. Maar wat is dat voor onzin dat hij er moet zijn dan? Ja, dat is geen ja, dat zeg ik ook altijd bij mij. Ja, want als Koos er drie keer niet is, dan rijden we toch nog gewoon. Bij hem gaat het voor de sponsor, de ROG. Oh ja, tuurlijk. Nee, dat is logisch, ja. Het gaat weer om de boel. Het gaat weer om de boel. Ja, hey, money makes the world goes round, man. Geef het ook strijden. Van de winnaar krijgt een... Maar maakt toch niet uit of skater is, hij is altijd DNF. Ja, moet dat gescreend worden. Maar dat kan toch iemand anders doen op zijn kanaal, bro? Iemand die gewoon een remoed of zo, dus dat is vertrouwen. Oké, man. Die heeft het niet bereikt, die skate. Maar ik kan me ook voorstellen dat Skate dat ook niet wil. Nee, dat hoor je helemaal. Misschien heeft toch gewoon een contract getekend. Jij liet toch ook Kenzie stream op jouw account komen? Ja, maar ik heb toch geen sponsored shit? Zeg, hij doet niet sponsored. Dat is heel anders. Wij zouden wel een sponsor moeten hebben. Als wij, ja, vind ik ook. Als er een link ja, ik zeg, even dingen winnen. Ja, als een keertje iemand een sponsor weet, stuur maar door. Ja, Rotti, dat gaat denk ik niet meer nu. Ja, ik zou van dat ik kom weer. Ja, die reageren niet op mijn mails. Nee. Sinds de Benelux daar. Sinds de Benelux marketingmanager daar weg is, helemaal niks meer. Helaas. Ben ik met je dan? Ik zie je dan. Heel veel succes nog. Yo, thanks. Tot de volgende. Later, jongen. Ja, Koos, het laatste item dat jij de lot steekt. Check your MFD for a new strategy option. Dat Fantech bijna niet reed. Ik zag het al bijna misgaan voor je, Shadow. Want ik zat achter me te kijken van hoe gaat hij die bocht nemen. En ik dacht, oh, die gaat er weer niet buiten vandaan komen. Understood, copy down. Maar hij geeft geen schade. Wat gebeurde er dan? Niet alsof ik schade heb. Ja, gewoon een beetje tegen. Ik vind het wel een beetje aan. Dat ik met het wiel was, niet gebeurd. Neem gewoon de optie dat live ontvangt. Caution, for caution. Oh jongen, staat hij daar? Ja, precies op kasteel. Safety car. I am stupid.
Ja, maar je stond echt over de hele breedte, ik kon er niet langs. Ja, net op het moment waar ik echt niks heb, ik kan niet gaan pitten. Ik heb helemaal niks aan om te gaan pitten. Nee, het is veel te vroeg om te pitten voor mij ook. Waarom? Ik kan, weet je, kan nu, ik heb geen nieuwe mediums meer, dus ja. En zelfs met nieuwe mediums ga je nu naar het einde toe. Hard. Nee, daarom. Maar je zou alleen met hard naar het einde kunnen. Ga je veel te langzaam, man. Dan reed ik al super voorzichtig voor me. Ik denk dat de downforce. Waren je banden versleten of wat? Nee, die waren 16 rondjes lang. Oké. Ik moest nog 6 rondjes, maar ik ging niet van nu op. Zonder dit, zonder. Ja, dat is lekker. Dat is gewoon steady pace. Ja, dat is wel jammer deze trek. Als je één foutje maakt, is het klaar. Racing on reaction! Ga je met medium doen? Ja? Dan moet ik wachten. Nee, ja, ik heb geen medium. Ik heb geen. Dat is een zonde. Dat is mijn. Kom mijn eigen race aan het rijden. Oh, maar dat helemaal niet verkeerde de pace. Dat is geen, toen haalde ik in, daarna is het even heel redelijk bij. Ik heb het misschien iets tijd, maar je moet er redelijk achter me. Ja, nog. Maar ik heb één keer en één keer aan de achterkant bij. Ja, bij het kasteel sta je meteen tegen de muur. Ja, je stond helemaal zijwaarts, jongen. Ik echt met één kilometer per uur ben ik langs je heen gereden. Paste net. Nee, ik kreeg ook gewoon. Wat nou weer? What? Dat is een safety car? Ja, 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 ik ben wel een pusher, maar. Maar ik glijd er ook gewoon weg. Maar waarom ben je een pusher? Ja, dat is ja, nou, ja, niet meer een pusher, maar gewoon. Hoor, hey. What oh. The fuck? Die safety car reed tegen jou, hè? De safety car reed gewoon vol door die alleen. Kemba, hè? Ja, als hij nog in de auto had gezeten, dan was hij dood geweest. Dat is wat daar gebeurt. Precies, wie had Shio? Met Mailander, die was even dit opletten, jongens. Ja, joh. Oepsie! Ik heb je as en macht in de tank. Ja, dat is een ja, dat is per se. Nou, ik ben klaar om het te gaan leppen, jongens. Oh boy. Doe ik niets, meisje. Oeps. Mag ik voor mij gaan doen? Ik denk alleen naar de rest. Nou, daar zit de rest in. Kijk, een blauw stipje voor. Ook gewoon zo zonde dan. Je had gewoon jezelf helemaal kunnen lappen. Je had gewoon weer, ik zit er gewoon weer bij de voor, bij gewoon vooraan. Ik zit er. Mikko, dankjewel voor die follow nog. Right, nu zijn we halverwege de race. Please, we need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Jullie vielen allemaal als bosjes ineens uit. Ja, de eerste 20 ronden valt er niemand uit en zo valt het met 3. Ja, ik zat net tegen de chat, ja, mijn pace is er niet. Het is net zo die net een serie. Drive to the 5, weet je, elk puntje is er 1. En ik zie allemaal mensen uitvallen. Ja, oh, dat ben ik genaaid. Oké, dat is helemaal kansloos. Wat dan? Nee, ik dacht dat Lazyboom nog voor me zat en dat zit hij ook wel, maar zeg maar aan de andere kant van de safety car. Ik was nog even snel naar binnen. Hij nu op smash, ik zelf in je weet hoe dat afloopt, hè? Maar ik heb ervaring met iemand die zelf weer lapt en daardoor gewoon vooraan reed of even. Precies. Ik heb nou geen drijftools op mijn naam. Ik zie potentie, maar... Het wordt allemaal even drieën en naast elkaar gaan rijden, zodat de smash niet luisteren. Oh, moeten we nog helemaal op hem wachten? Oh my god. Ik denk dat het veiligste is als ik hem maar op AI zet, om de race aan te rijden. Ik weet, is dat de smash of is dat... Nee, ik rij achter het joy. Oké, okay, dan is het boomer, die gaat nu over start-finish. Dan moeten we nog helemaal wachten, dus dan is het nog wel een rondje. Zijn ze dan niet op ons langs staan? Dat is toch weird. Nee, ja, dat zou leuk zijn als spel zo zou werken, ja. Ik had een kracht van 45 seconden op, maar dat is wel een keer nul. Nee. Kan bro, niks. Ik ben geen dreiging voor mij, voor mensen.
en van SOS. Ja, nou, dat is ook het enige positieve misschien wat aan die auto zit. De bestuurder is nog wel op vandaag. Ik rij vijfde, maar ik kan ook die mensen voor mij kan ik niet bijhouden. Als ik rij 1.49, dan van de week reed ik deze 1.30, zeker. Kom op. Zeker niet een andere baan, hè? Nee, het was echt deze, maar ik heb mijn setup getweakt, maar die heb ik niet naar PC overgezet, zeg maar. Ik reed hier nog met waar ik hem eerst op had. Daardoor denk ik dat die auto een beetje overvloed. Het kan ook zijn dat ik gewoon weer de field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Oh, daar gaat er een. Dan? Iemand is zijn neusje kwijt. Ik weet niet. Echt? Ik zie iemand links de muur ingaan. Wat? Het is alleen een kousgeld. Zie jij weer spoken bij Showstopper? Ja, hij ziet het spoken. Ja. Maar Showstopper is letterlijk gesproken bij mij, hè? Smash Rocket is out of the race, zegt hij. Ja, dat is de wens van de gedachte, wat zeg je dat? Nee, dat is echt. Die tekst staat er boven bij mij. Huh? Hoe is die uitspraak? De wens van de vader van de gedachte. De wens is de vader der gedachte ofzo. We worden de wens is de vader van de gedachte. Dat was het. Dat is een mooi site. Ja. Nou, maar ik zei der gedachte, maar... We luisteren veel naar JJ in de piepshow. Daar zijn onze uitspraken kapot. Dat is een heel veel zijn, maar ik heb nog zo lang geen JJ. Wat? Ben je nog wel premium? Ik ben nog wel premium, ik ben altijd al. Dus je bent nog wel cool, oké. Voor een euro zeker niet. Nee, dat niet. Tel niet even nerdculture. 5 euro de maand. Nerdculture pak ik nog wel een keer mee. Man. Dat snap ik. Dat is kwaliteit. Af en toe drop ik even een half uur. Ik kan altijd door die timestamps lekker skippen. Star Wars ook zo door. Ik heb uit de lobby, kijk naar de lobby. Stel je voor dat je door Star Wars en Marvel heen skipt. Daar heb je nu niet veel over. Als het maar niet een verband. Welkom bij Nerdculture, tot volgende week jongens. Ja. Het was eerst wat hebben jullie allemaal gekeken en toen ging ik naar mijn Back to the Future en het was even kort inderdaad. Oké, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field soms kijk nog wel eens die oude terug op there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ga Niels, rijst door jongen. Dat bepaal ik zelf wel. Ja, daar ga ik. Schipper. Okay, clear. It's a bit slow. Pijnlijk dit, zinloos. Ah, punten, denk aan punten. Denk aan die punten, hè? Dit was best waar, hè? Goed op. Het is drieën. Okay, you're catching the car ahead. Ja, ik dacht ik laat niet zo komen. Ik wel, boeit me echt niet hoor. Oh, zetje, kijk. Oh! Te vroeg geweest. Oh, je blijft maar. Ik te laat. Ik voel geen pollen met dat ik op die punten. Ja. Dan heb ik weer showstopper AI voor me waar ik niet voorbij kom. Showstopper AI. Oh, Niels, wat doe jij dan? Ja, ik kom niet meer in, man. Ik kom gewoon niet meer in. Showstopper heeft bijna in Niels omdat hij reset de tractor. Daar moet men echt naar gaan kijken, man. Michael Maasie. Ja, maar voordat je dat doet moet je echt goed kijken. Nu ging het bijna fout. Nee, dat was hartstikke ruim. Showstopper had alles goed in de gaten. Het is dat hij niet dat ik jij kent. Had
dan kan showstopper de door nu gewoon aanvallen. Nee, ja, als ik daar eerst in had, dat ik dat ik gewoon weer ben. Nee, ik klop heel weinig temperatuur. Want ik, gewoon, ik heb al een paar keer gedacht van, maar die normaal gesproken kan ik je makkelijk insturen, dan lukt het. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Zo, dat ging bijna fout, zag ik in de spiegel. Jeff, drop back, dit is overdreven hoor. Okay, stop, is al mijn tip. Dat heeft denk ik net een beetje te maken met die. Ik heb net even aan mijn concentratie bij gezeten. Daar raak ik alle adrenaline kwijt. Om inkomen. Ik zat echt lekker in de flow en dan weet je dan gaat alles aan het automatisch. Dat is niet. Ik heb het idee dat ik niet wel door de shift weg ben in smaak. Ik weet niet. En dan ga je in één keer gas. Ja, ik ga in één keer hard. Het is bizar, man. Ik zat even te het wordt niks. Ja, maar je hebt softbandjes ten opzichte van de allemaal gebruikte mediums. Ik voel ook gewoon weer. Ga je in één keer tof doen. Ja, man. Ja, dat is ook niet altijd anders hoor. Maar je moet door de bochten durven, ik heb hier wel iets meer durven. Heel weinig in de naam niet staan. Kijk wel een mee. Dat is natuurlijk wel lukken, maar dan moet je zoveel tijd, dan moet je bijna stil gaan staan, wil je de bocht nog van een beetje naam gaan. Het is gelijk 14 of zo, inderdaad. Oh! Echt wel. Oh, mijn fucking straat. Nee, niet naar de hart. Dat was een mens, hè. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. What the fuck? Waarom plaats je dit nu niet? Waarom plaats je de fucking mediums? Godverdomme. Dat is niet. Hij plaatst gewoon minimums onder waar ik gewoon al 2000 heb gekregen. Oh, dat is wel minimums. Ja, 17 laps opnieuw naast mij inderdaad. Hij vraagt me dat ik een recommended 70 naar de hard. Ik zeg, nou ja, doe maar. Good choice. Thank you.
zo dichtbij. Ik heb er bij pakken. Kom met me. Goed te Oeh! Dat scheelde niet veel. Nee, hè? Ik dacht dat ik het leven was. Ja, dan moet deze banden in het einde gaan, dan ga ik lekker dampen. Ja, dan ga je wel met de bengen eruit. Wat ben je de laatste ronde 7? Bengen als een klapbad? Ja. Ja. Een nieuwe strategie is available on the MFT. Hij is echt wel moe. Hij is echt moe. Dan zou ik er denk ik ongeveer. Oh shit. Meer dan 35 ronden op gedaan moeten hebben. Oké, okay, copy that. Dat is tiende. Ja, dat is een goede, dan pak je hem. Drie tiende. ERS, ERS. Ik ben net wel wat ERF erin, dus als er iemand echt geen ERF meer heeft, dan wordt het echt nog wel lastig. Dat is tenminste hard, dat had ik tenminste nog iets kunnen doen. Dan had ik gewoon even uit kunnen rijden op die banden en dan... Hey. What the fuck? Houd op. Go. Hij verandert bij mij een fucking wing. Ja, waarschijnlijk met je lichte schade af, dat heb ik ook wel eens gezegd. Hmm. Ik denk toch van het ene ticket ook. Look after these tires. Ja, die moet haast wel dan. Soms zie je niet eens op die menu, dat is gewoon nog volledig vroeg worden. Maar ik merk dat ook niet eens, joh. Force is strong in this one. No shit, Jeff. Heb je hier wat pissen? Heb je klo zeggen, ja, je tires zijn wel redelijk voor. Je kunt nu wel minder grip verwachten. Ja, dat meen je. Nee, maar die regels zitten er zo bijna. Het klopt in ieder geval wel. Hij heeft wel echt het intro, dat is echt. The gap to the car ahead is 5.5 seconds.
Nee, ja, kijk. Green flag. Rondjes op soms moet wolken. Ja, ik heb 16 gedaan. Maar op het einde kom je wel echt. Dan merk je wel dat de slijtage er flink in zit hoor. Ja, maar ik heb het wel 3 keer, ik heb het wel veel minder. Denk ik niet dat het dichter dan ga je van een beetje. Langzaam weer wat battles komen, nice. Ja, ik was het tegen van de Koenbo. En show stoppen bij Lazy dadelijk, van alles komen. Nou ja. De race draait zomaar weer om. Zeker. Alsjeblieft niet zeg. De CTK heeft al mij weer een kans gegeven. Ga door rijden. Ja, komt er zacht iets, is power bij spel. Ik heb er heel ruim voorbij gedaan. Zullen we het redden? Voor de bal. Pas op, kom rechts. Shit, Jeff. Ik had hem al zien aankomen. Niels. Beetje erbij. Hij loopt nog 2 seconden per rondje in, dat is lekker. Het middenstuk is gewoon te slecht, ik kan gewoon niet aanhalen. Geef niet. Nee, dat geeft wel. Fuck hell. Ja, ik voel wel over 30 minuten voor de plaats. Ik heb ook al wel gezegd dat je een streep meer speed hebt of een middenstuk beter doen. Ik heb wel voor 4 gedaan, zodat ik wel iets meer straight line speed heb.
Dat had ik in mijn qualify of in time trials, had ik die op 5. Ik heb op 6 gedaan. 6? Wow. Ik heb hem op 6 gedaan, ik sta nu op 6. Ik had hem misschien wel eentje laag. Ik had hem wel eentje laag. Ik denk dat ik bij mij de bandendrukjes zo kan slaan. Nog 2 seconden eraf. Kom op jongens, we gaan die boomer en die shows op nog even flink te gaan. Huppakee. Hoeveel seconden nog? 5. Oh. En een showstopper en laser zitten bij elkaar in de vet. Dus, Echt showstopper is gewoon een vak. Ja, dat is 3/10, dus... En erop, maar ik zie hem kijken waar hij heen wil, maar hij weet... Ja, meer. Nou, inderdaad, jij dat hier kan je toch haast niet inhalen, dus... Diep is het voor je, nieuw vrienden. Nee, dus hij doet wel slim. Aan de andere kant hoef ik me nou niet echt te schamen met Niels voor. Is het positief, hè? Wij met hem mee? Ah, het is positief van dat team. Ja. Ik zou niet altijd in één keer te maken met de 2. Ik zou dat wel niet zeggen. Tot aan de 7, daar weet ik echt veel. Ik heb gewoon continu concentratie nodig op deze baan. Ja, dat wel. Maar daarom vind ik hem zo gaaf. Ja. Nou, dit spijt me niet gaaf. Jawel. Alleen zijn halve race duurt totdat hij een beetje loopt. Wat is er? Dat is veel liever. Maar wie is niet veel, oké. Dat is aardig aan het bieden, ja. Ja, ik... Ah! Oh, je gaat 2 man recht doen. Haal elkaar heel, hè. Ja, ze zijn nog in. Ik creëer het door. Ja, je hebt de kaarten. Showstopper rende al heel laat, dus ik hoop eigenlijk dat ik hem eruit kon rennen, maar dat ging het bijna niet. Maar je bent iets eerder remmen dan terug. Ja, maar ik ben ook van het laat remmen en ik weet, als iemand op een bepaalde manier remt, dan kan ik even daarna, maar hij deed ook heel laat. Dat ging niet. Ja, dat zag wel. Ja, precies. Geen schade. Jammer. Wat? Ja, ik denk een safety car. Nee. Alsjeblieft, dit willen we. Ja, daarom juist. De laatste keer dat je dat zei. Toen kwam hij. Nou, we zitten al lang. Omdat we zo'n punt op de... Ik zal niet van de week horen, waarom was ik een safety car door Smash? Ja. Dus Smash, parkeren maar even zo. Ja, je moet... De vorige was het tegen, maar nu mag het wel even opvolgen. En ze gaan al het kasteel omhoog. Stil is wel een puntje inderdaad. Van boven het waas. Kan ik hier nou jou tegen? Safety Princess. Ik heb veel meegemaakt met de baan. Ik ben heel dood. Ik heb gewoon midden op de rest geprekt voor dingen. Oh ja. Een raketaanval vanuit Rusland was dat denk ik. Wat is er gebeurd? Dat is bizar inderdaad. Ik ben hier ooit een keer bij skate, reed gewoon op het rechte stuk en een keer implodeerde mijn auto gewoon ineens. Dat was gewoon ineens klaar. Weird. Dat vloog heel de lucht in. Ja, dat was een stuk muur waarschijnlijk ijs met een verband terecht komt. Ja, of van iemand anders die terecht komt, maar dat we daar een band van... Toen lag je op kop, of? Ja. Toen voelde je een soort van Max Verstappen. Ja, precies. Het was ook op het rechte stuk inderdaad, ja, best uitvindig. Ja, dat was naast zeker. Kom maar rekenen, die 70 jaar is niet gekocht, maar ik had dus enig voor mij. Ik reed voor mij dat voor de 70 jaar vooruit, doordat ik nieuwe shots pak. En... Ik stond in ieder geval wel goed voor, maar...
dat we oud zijn. Ja, je hebt een lazy boomer in plezier. Ik ging met de start finish door. Dus, zou een bot zijn. Dat hoort ook, dat is een rechtstuk. Ja. Nee, maar daarna heb ik de bot gekregen. Met name kan het ook echt. Of komt de beste, hè? Doen ze helemaal toen ook. Ik zie de beste. Ja. Over 8 jaar weten we zeker. Oh. Nou, nu is hij de beste, de cijfers spreken allemaal voor hem. Dus, Ja, dat is een beetje wishful thinking, dat denk ik niet. Ja, dat denk ik ook. Zie. Dit jaar moet er wel in zitten. Ja, ja, zeker. Dit jaar heeft hij een hele grote kans. Op die markt? Ja. 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 Ja, ik denk wel dat Ferrari wel weer even een beetje terug gaat vangen. Tuurlijk, die komen wel weer terug, maar ik zie Red Bull ook niet zomaar weer slecht worden. Dus ik denk wel een maar goede kant heb je sowieso, ik kan jou minder opzetten. Ja, hoor, heeft ook nog steeds een kans. Dus, dat was je win. Ja. Jawel. Wauw, echt wel. Oh ja? Niet te zuinig ook. Ik heb oprecht. Dat was een schammetje hoor, tijdwaarts hoor. Ik heb oprecht niks geraakt. Ik ben niet eens in de buurt gekomen. Nee, ik heb het van de muur af licht geslijpt. Het zou wel decent zijn geweest, want ik oprecht. Ik was niet in de buurt gekomen. Ik zag niet een Bartsport of zo gaan hoor, dus daar niet van. En geen geel? Nee, ze besteed door het komt geen geel. Meer dat ik gewoon een beetje daar snel erin ging en dat ik gewoon heel hard gewoon in een rechte lijn aan het remmen was, dat ik niet de muur in had. Ja, daar vloog ik wel heel veel snelheid aan, maar ik vind het niet. Zo op de hakken. Ah, allemaal schonden nog. Pardon? Frenetjes? Wat zijn we aan het doen? We winnen winnen. Hij zegt, de unboxing is net. Dat is voor mij. Ja, hier rijdt op schot. Niet meer hard. Nou, sorry, je rijdt op schot. Heel hard hoor, ja. Heel gek. Ik reed net ook een paar rondjes op, dan ga je wel heel hard, maar
En dan krijg je een grote bek en op een gegeven moment word je weer terug op je plek gezet. Ja. Was dat een accurate omschrijving van de omstandigheden? Kijk, jullie zijn wel sneller, maar ik durf nu wat meer door de mop te voeren. Nou, ik wil weer terug naar de game. Daar ben ik wel heel blij mee. Dus dan ben ik gewoon veel langzaam. Ja, dan nog wel uit de muur, dat is veel. Op Canada ging heel hard, maar dat lukte me daar niet. Toen komt de brandweer snel dichterbij. 18 en 17 uur, dat gaat zeker waar zijn. Oeh! Ja, dat was wel controleerd, man. Goed gedaan, moet er wel 15 uur. Dan met je PS. Dat hij nogal een flinke neer staat. Het zo zet hij Niels nog voor Peter. Of is het gat te groot? Als seconde. Oh, dat kan wel. Op de pace die hij de hele tijd rijdt, ja. Het probleem is meer dat nu... Zijn bandjes opraken, denk ik. Nu echt even het einde van mijn banden. Volgens mij zijn die van Enjoy ook aardig op. Ik stond op 17 seconden. Denk nog maar aan de val. Ja, daarom. Een muur van de muur, dit is best wel een muur. Niet doen. Alsjeblieft niet doen. Achterbandjes beginnen wel te gaan. Ja, bij mij ook. Ik ben net even echt een vierkante bocht van. Ik zit nu onder de 10 seconden. Onder 9 seconden.
Erbij, ja, want de 8 seconden. Ja, 8 seconden, een nieuwe supply-lijn, 5 minuten. Ja, die banden van de Joy die moeten wel helemaal natief zijn, dus die krijgt zo'n gigantische drop-off. Ja, de drop-off heb ik al gehad, hè? Ja, nou, dat wordt steeds erger, kan ik je vertellen. Ja, dan 3 rondjes. 3,3. Oké. Gaat hij weer uitlopen en nu gaat hij weer harder worden. Dan ga je les nog even verder, hè? Ik denk wel dat ik redelijk vind. Deze keer? 70, ja? Ik heb nog frisse softs. Oké. Okay. Nee!